Mogen wij jou een van de volgende weken nog verwachten dat jij uit een of ander pak komt? Daar kan ik niet veel over zeggen, Peter. Ik denk, weet je, moest ik meewerken aan het programma, zou ik er niet over kunnen zeggen. Maar ik, ook als je er niet aan meewerkt, vind ik dat je het een beetje, ja, moet geheim houden. Dat het mysterie moet blijven bestaan. Dat is ook de bedoeling van dat programma. Dus ik zou het zonde vinden, moesten we dat zomaar doorbreken. Ja. Mocht je er nu niet in zitten, mogen ze jou vragen. Ik vind het heel entertainend om naar te kijken. Alleen naar te kijken. Peter, denk nu werkelijk. Ik ben in de 30, ik ben geen 12 jaar. Denk je niet werkelijk dat ik er in de val ga trappen en dat ik misschien dingen ga zeggen waardoor dat ik het helemaal ga verpesten voor de mensen, of ik het nu ben of niet ben? Nee, ik zeg niets. Ik zou willen van wel, natuurlijk. Het enige wat ik, als je me eens wil horen huilen als een wolf, dat wil ik voor u doen. Maar doe eens. Ik had dat niet mogen zeggen, natuurlijk. Nee, kijk, we zullen wel zien, hè. Ik vind het leuk om die mysterie hoog te houden.